Vet lullig. Zei je 2 keer of 3 keer? Vet lullig dat ik buiten moet wachten. Je is wel iPad bij je, toch? Ja, hè? iPad is veel bij je, toch? Ja, dankjewel voor het vragen. Ja, maar die andere tassen, oh zwaar, die heb ik maar op jouw bed gelaten. Denk je dat je wordt afgeluisterd, meegeluisterd? Want je bent niet. Nee, niet. Ja, echt lullig dat ze geen uitzondering kunnen maken of zo, hè? Ja. Ja, waarom geen uitzondering voor iemand met een zwakke blaas? Toch? Ja, dat is heel lullig. Ja, ik snap het niet. Als iemand een zwakke blaas heeft, dat is toch niet. Alsof ik het zelf leuk vind of zo om een zwakke blaas te hebben. Ja, als je het voor verdorven mensen het zijn, hè? Ja, daarom. Ik ben nu echt helemaal. Ik heb er geen vertrouwen meer in. Gewoon echt niet. Als verdorven mensen het zijn. Ja. Ja, op hun laten wachten. Hè? Op hun laten wachten? Op hun wachten? Meer afgedachte verdorven mensen dat zijn dat ze jou niet binnen laten wachten. Ja, inderdaad. Je wordt als vuil behandeld. Ja. Ja, echt als vuil. Ja. Echt als vuil. Ik had het kunnen weten aan de ene kant. Ik zeg ook van achterdochtig of wat dan ook. Is wel terecht wat dat betreft. Wat dit betreft eigenlijk. Ja. Ja. Misschien als het iemand anders was geweest. Misschien mocht degene binnen blijven. Ja. Jongen. Mm-hmm. Jongen. Alsof ik kattenkwaad ga uithalen of zo. Ja. Ik dacht het toch echt niet, hè? Mm. Jongen. Hoe kan dat zo? Maar ik weet niet, of je. Heb je wel goed gegeten of valt het ook wel weer mee? Het leek op boerenkool of zo. Hè? Ja, ik heb lekker gegeten. Je stampelt aan Davy. Oh, die mensen lijken wel gezellig te hebben, die mensen daar allemaal. Hoe jaloers kun je zijn op die mensen, hè? Die vrij zijn. Die andere mensen die met elkaar omgaan. Ja. Echt zo. Zoveel pijn. Zo pijnlijk doet dat. Is dat. Mm-hmm. Ja. Waarom mogen jij en ik niet vrij zijn? Dan vraag je me elke seconde af. Ja, liefje. Ja. Elke seconde. Iedere seconde van de dag. Van de dagen vraag ik me af, waarom mogen jij en ik niet vrij zijn? Zoals andere mensen, mama ook verdrietig. Mama is ook altijd verdrietig. Je bent wel vrij in lichaam, geest en ziel, toch? Ja? Maar dan ben je wel vrij. Nee, maar dit slaat helemaal nergens op. Dit is alsof je in een gevangenis bent. Mm. Het is even erg als Uilensteden, of nog erger. Ja. Misschien nog wel erger. Ik kwam trouwens Vincent tegen, dan weet je dat. Oh, grappig. Ja, in één keer grappig. Ja, ik dacht, die is ook zo vrij. Die gaat toch wel vaak in zijn eentje. Die was op de fiets en die ging naar Jumbo. Oh ja. Ja, dat is tenminste wel weer leuk. Maar dan denk je, leuk, bla bla bla. Maar het is wel triest. Omdat, waarom is hij wel vrij, hè? Waarom is iemand gewoon wel vrij? Ja. En wij worden in de gaten gehouden. Wij worden... Wij worden in de gaten gehouden. Maar dit is geen zelfmoord gepleegd, hoor. Die kan ook gewoon groen komen en stijgen. Je hoeft echt geen zorgen te maken, gewoon. Ik praat meestal over ook. Ik noem meestal ook niet vermoorden of moord of wat dan ook. Maar dit is alsof ze jou dat willen laten zeggen of zo. GGZ-mensen of zo. Ja. Nee, niet iedereen. Fire. Niet iedereen van GGZ, maar wel een paar. Fire. Ja. Liefie. Ja, liefie. Oh. Dit is je eigen performance monitor. Ik krijg energy power. Maar gisteren was het toch beter weer. Ik bedoel, hetzelfde. Vandaag en gisteren hetzelfde, maar toch anders. Ja. Dit is je eigen performance monitor. Dit is je eigen energy power. Dit is je eigen statistics equalizer. Dua Kali Bumblebee. Twee gele auto's. Twee bumblebees. Oké, ik ben zo terug, Griffie. Ja, je bent nog wel in de tuin. In de kamer? Oh ja, dat is toch wel fijn. In de tuin misschien luisteren ze ook op die manier mee. Of de ogen luisteren af, Griffie. De ogen naar je hart, naar je longen. Tje. Overal ter wereld. Mm. Ook naar je tenen, je teennagels. Mm. Overal, altijd en overal. Mm. Ik ben zo terug, oké? Ja. Oké, tot zo, hoi. Liefietje.
Oh, die ambulance heb ik al 4 of vaker. 4 keer gezien of vaker. Oh, fuck. Ja, ze zeiden ook onstuimig weer waarschijnlijk. Ik denk best wel een badschuim of zo. Onstuimig. Of kruimig. Hoeveel procent is eenzaam? Meer dan eenzaam. Ik vind iedereen zo zielig. En andere mensen vinden ons niet zielig. Wat dacht je daarvan? Stelletje hoeren, zakkenwassers, klootzakken eikels. Super bitches. Ik heb nog nooit iemand lastiggevallen. Waarom moeten ze ons lastigvallen dan? Met wat dan ook. Met alles en van nog wat. Van alles en nog wat. Ik hoop dat die mensen allemaal slechte karma krijgen, terugkrijgen. Amen. Amen. Amen, amen.